De Big Draw is terug in Nijmegen. Van 5 tot en met 8 september zal Nijmegen in het teken staan van de tekenkunst. Tijdens dit vierdaagse festival worden er verschillende tekenprogramma's opgezet in de stad. En dat zijn programma's om aan mee te doen in de vorm van workshops of programma's om naar te kijken. Burgemeester Hubert Bruls opende donderdag 5 september officieel het tekenfestival in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Volgens de burgemeester is de Big Draw erg belangrijk voor de gemeente Nijmegen. Nou, het heeft zich van het begin af aan ontvouwd in een festival wat ook deze kunstvorm, het tekenen, heel mooi letterlijk op de kaart zet. En ook laat zien wat het in Nijmegen betekent. En gezien de grote belangstelling, ik denk ook aan wat er voor scholen wordt georganiseerd, scholieren, heeft het een hele mooie betekenis in en voor onze stad gekregen. Dit jaar heeft het festival twee thema's en één daarvan is vrijheid. Dit jaar viert Nijmegen dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Veel kunstenaars werken vanuit dit thema tijdens het festival. Bruls is blij dat hier aandacht aan wordt besteed. Ik vind dat sowieso belangrijk, maar ik vind het vooral ook heel erg mooi dat we daarmee de combinatie hebben weten te maken tussen de Big Draw en dit ontzettend belangrijke thema. Niet alleen voor onze stad, maar natuurlijk voor iedereen in dit land. Maar zeker in onze stad, waar zoveel mensen getroffen zijn, waar zoveel vernietigd is. En we ook extra aandacht willen geven, juist in die 75e herdenking. Anita Waldman, een van de organisatoren van het festival, zit met de burgemeester eens. We hebben met de Big Draw Nijmegen altijd het thema van Nijmegen ook in ons programma. En dit jaar is het vrijheid. En vrijheid is natuurlijk heel erg belangrijk. Niet alleen voor hoe je in de wereld staat, maar ook voor de kunst. Dus het is een ideale combinatie om samen op te trekken in dit thema. Sinds 2013 doet Nijmegen mee aan het tekenfestival. Toch weten veel mensen niet dat dit elk jaar georganiseerd wordt. Het ligt er ook natuurlijk aan wie je vraagt. Het zijn 170.000 Nijmegenaren. Ja, en de kinderen die kennen het vaak al, want we zijn al 6 jaar bezig en die komen ieder jaar terug. De ouderen hebben we ook al wat programma's mee. Jongeren is natuurlijk altijd een ingewikkelde doelgroep. We hebben nu ook wat meer aanmeldingen van middelbare scholieren, dus dat is ook erg leuk. Dus dit jaar eigenlijk voor het eerst dat veel meer is. En weet je, het is ook een beetje, krijg je media coverage ja of nee? Nou, dit jaar, je ziet het, er is zoveel media vandaag met de opening, dus dat is hartstikke fijn. Maar het groeit en het is een festival wat heel erg gezellig is. En niet heel groot, maar ook niet heel klein. Het groeit nog wel en de aandacht groeit ook nog steeds. En dat zie je dit jaar ook. We hebben heel veel reacties, ook op Facebook, van iedereen die ons volgt. En dus ik denk dat dit jaar eigenlijk wel nog meer aandacht is dan andere jaren.